je een gelukkig leven wil leiden, dat wil zeggen een plezierig leven, dan moet je kijken wat bevalt. En dan kun je natuurlijk over fantaseren. Ik denk van ja, ik zou echt gelukkig zijn als ik in een villa met 3 verdiepingen woonde. Zou ik zeggen, probeer het even en kijk of het echt verschil uitmaakt van een flatje. En het laatste is toch een stuk goedkoper en als je er even gelukkig mee bent, dan moet je dat vooral doen. Verder kun je natuurlijk ook leren van de ervaringen van anderen. Soms denken we dat je gelukkig bent als je dus een grote carrière maakt. Nou, is dat zo? Zijn carrièremakers gelukkiger? Je kunt bij de mensen die je kent kun je kijken van, zie ik daar een verschil? Soms kan de wetenschap je ook een handje helpen, want die kijkt dan van hoe zit het met het geluk van carrièremakers, hoe zit het met het geluk van mensen die gewoon hun boterham verdienen. En de wetenschap die kan je ook nog helpen met methoden zoals een geluksdagboek, waarbij je kunt, wat systematischer kunt kijken van hoe dingen jou bevallen en waarbij je ook kunt vergelijken met hoe andere mensen een bepaald beroep ervaren.